gaan het vandaag eens even helemaal anders doen. Ik ga niet thuis koken, maar ik ga koken bij mijn buurvrouw. En ik heb een Surinaamse buurvrouw, dat wordt gegarandeerd smullen. Hey, bitch. Hey, hi, je bent er. Oh, wat heb je allemaal voor lekkers, joh. Ja, ik heb alvast de groenten klaargezet. Dus, kalseman, toch? Dit is kalseman, die is al gewassen en al gekookt, 2 minuten van tevoren. Wat is dit dan? Sopropop. Oh, dat is dat spul dat je lekker vindt. Ja, kijk, die heb ik ook al inmiddels al klaargezet. Oh, heerlijk. Die kan je niet rauw eten? Nee, nee, dat kan je niet rauw eten. Dat is wel bitter. Dat is hartstikke bitter. Die moeten we nog even bakken. En dit, wat is dit? Dat is tijerblad. Dat heb ik al kant-klaar. Dit koop je zo, hè? Oh, dit en is dat, wat je zo roerbakt. Ja, dat is net als spinazie, hè? Oh, we gaan zo lekker eten. En, maar wat we gaan koken, dat is krap. Ja, toch? Daar zijn we voor. Dit is Surinaamse krap. En dit is zoet van smaak. Waar koop je die? Surinaamse winkel. En die heb ik inmiddels al schoongemaakt en gewassen in de koelkast gezet. Maar koop je die zo of koop je die gevroren? Gevroren. Laat ik even laten zien. Ja. Zo heb ik hem gekocht. Oké, en die is gewoon gekookt. Ja. Ja, dat zie je, omdat ze al roze zijn. En waar komt dit komt uit Suriname? Dit komt uit Suriname. Ja, dat staat er ook op. Oh ja, ja. Oh ja, krabben. Ja, nou dan... je weet het Surinaamse koken. Ja, je zet eerst even een uitje en een knoflookje. Zo begint elk recept. Ik ga hem even aanzetten. Olie, daar beginnen we mee. En dan vraag je hoeveel. Nou moet je even kijken. En dat gaat toch wel wat behoorlijk in. Ja, dat is wel snel. Gaat... deciliter volgens mij. Ja, dan doe ik masala in. Je doet voor eerst de masala? Ja, dan doe ik eerst de masala in. Maar die moet ik even bakken. Ja, die moet even smaak krijgen. Dat is die masala. Oh ja, dit is die, dat is die lekkere. En kijk, wat erin zit, zie je? Eigenlijk hebben we al die kruiden apart, maar die zitten niet bij elkaar. Hier, Hindoestaanse masala. En daar zit koriander, komijn, mosterd, kurkuma, dat is geelwortel, peper en fenugreek in. Ja, ik wil dat je weet hoeveel ze erin doet, maar dat vertelt ze nooit. Ze doet gewoon wat. Je moet een beetje een gevoel hebben hoeveel je erin moet doen. We willen het recept hebben. Ja, oké. Een eetlepel, denk ik, of zo. Ja? Ja, ik denk meer. Iets meer. Oké. Ja, ik denk 2 eetlepels. Oh, 2. Ja, dat denk ik. Wat we dan erin doen, is de knoflook. Moet je het even heel klein beetje zo bakken. Niet lang, dat is niet nodig. En dan doe ik ik doe heel klein beetje ui erin. Nee, anders verbrandt hij. Ja. Hoeveel ui gaat er in totaal in? Halve. Oké. Okay. Halve erin. Halve ui, 6 knoflooktenen, 2 eetlepels masala, een hele plens olie. Ja, zo. We hebben het recept. Heb jij je vuur nou hoog staan? Het is nu wat zachter, dus die mag nu wat hoger. Okay. Weet je, als je dit erin is koud, het is behoorlijk koud nog. Maar wel ontdooid, hè? Ja. Wat ik nu doe, is gewoon... Gewoon echt alles. Masala moet er nu helemaal doorheen, hè? Die gaat helemaal in die krab trekken. Precies. Van echt van onder haal je het gewoon naar boven. Wat ik dan gelijk erbij ga doen, is zout, peper. Mag je mee bakken. Oké. Het is dat simpel, niet? Het is erg simpel. Als je die ui en die knoflook erbij hebt. Ja, alle Surinaamse gerechten lijken. Ja. Die hebben hetzelfde soort het is opbouw, hè? Precies. De kruiden. En dan moet er natuurlijk wel magie blokje in. Nee. Dat doen we er niet in. Die mag ik niet meer, dat weet je toch? Ja, maar je weet toch dat Surinaamse mensen doen overal magie blokjes in. En Bitsma die deed dat ook altijd. Ja. En je mocht niet meer van Michael, hè? Nee. Dat doe mag ik ook niet meer. Toen moest ze afkicken, deed ze elke keer een kwart blokje minder. Ja. Nou, nu helemaal niet meer. Dus, dan ben ik het is een pure smaakversterker, die magie blokjes. Wat ik een beetje bij ga doen, is ketchup. Oké. En dat is de zoute, de pikante saus. Het is sojasaus. Is dat Surinaamse sojasaus? Of het nou Surinaams is. In ieder geval, ik koop het bij de Surinaamse toko. Oké. Zoute sojasaus? Ja, zoute. En dat doe ik er een beetje bij. Ja, zo. Eetlepeltje. Ja, het is een eetlepeltje. Ja, denk ik. Ja. En dat gewoon even meeroeren. Het geeft toch iets smaak, want er zit een aantal stoffen in. Ja, hè, dat geeft ook smaakversterker. Nou ja. In plaats van een magieblokje.
Ik denk, nou, moet toch wel iets ertussen zo. Ja. Ja. Nee, maar dit is lekker. Ja. Wat ik nu doe, ga water toevoegen en dan gaat het sudderen. Ja. Dit is eigenlijk die water die gekruid nu is. Ja. Die gaat dus eindelijk indringen. Ja, dat is, krijg je, dat is het. Ja, hij suddert daar. Hij suddert in, ja. Okay. Ja, precies. Je hoeft het niet te doen, maar je kan het doen. Er is een stukje aardappel erin. Dan wordt die jus wordt dan wat steviger, weet je wel. Dan krijg je wat dikker. Oh, als spinmiddel. Ja. En hoe lang moet ik nou nog geduld hebben? Ja, ik ben nu al honger. Ja. Het gaat toch vanuit van 2 uur. 2 uur. Dat kan altijd iets eerder, maar dat ga ik toch proeven. Gaan we nog die groente even maken dan? Is goed. Ja? Wil je? Die kousenband kunnen we doen. Voor die kousenband heb ik een teentje. Nou, niet hele teent zal ik ervoor gebruiken. Dus die knoflook. Maar die snij ik gewoon in stukjes. Die ga ik niet persen. Oké, één teent knoflook. Ja, hoeft niet helemaal, hè. En hoeveel kousenband is dit? Hem. Dat is 1 bos. Ja, zo 1 bos wat ik je toen had laten zien net. Oh, laat je nog even zien hoe je hem snijdt. Ja, ik pak hem zo beet. Ik leg hem zo neer. Probeer een beetje, dan gaat dit eraf. Zo, weg. Probeer een beetje dicht bij elkaar te halen. En dan doe je het gewoon zo. En dan haal je in 1 keer up eraf. En dan gaat dit er zo af. Hakken. En wat je dan doet is gewoon... Hè? En dat blancheer je even 2 minuutjes? Dit doe ik 2 minuutjes. Ja, okay. En doen we dit. Ja, wat ik dan doe is een beetje... Nou, wat zal het zijn? Gewoon een beetje, toch? Zo. Beetje gesnapperd, hè? Beetje... En roeren. Als je ze nou rauw erin zou doen, dan krijg je ze niet gaar, zeker? Oh. Als je rauw in doet, krijg je ze gaar. Maar het duurt lang. Okay. En wat gebeurt er dan? Begint hij al die bruine kleur al aan te komen. Omdat hij zo lang, voordat hij gaar wordt, is hij al een beetje bruin. Dat is toch zo zonde? Ja. Ik vind het hartstikke zonde. Doe ik het wel eens. En dan wordt het nooit zo lekker als jou. Is het niet lekker. Nee. Dat is zonde. Dan krimpt het ook helemaal in, heb ik het idee. Ja, dat is zonde. Zout? Nou, dus wat zal het zijn? Een klein beetje. Peper. Niet te veel. Een beetje overheersend zonde. Ja, en voor de kinderen is er. Nee, voor de kinderen ook niet lekker. Dan proeven ze alleen maar heet. Ah, dat is zo zonde. Ga ik je laten wat ik erbij doe? Oh, hier komt het is wel iets. Nee, dat denk ik niet. Ik doe de sesamolie. Dat is heel goed idee. Oh ja. En dan krijg je zo'n lekkere. Oh, dat lijkt me heel goed. Heel goed plan. Heel, dat doet niemand. Ik denk dat dat een. Iets van mij is. Een beetje mijn touch. Ja. Dat is, en doe ik dat erin. En je blijft hoog bakken, hè? Ja. Niet zacht vuur. Jij kan proeven. Pak je gewoon een beetje. En dan proef je gewoon van... is die goed? Ja. Ja, is goed. Ja? Ja. Nou, dit blijft precies hetzelfde. Ja, blijft gewoon... Het ziet er precies hetzelfde uit ook. Ja. Maar niet gekromd of zo. Nou... Zie je het? Het is helemaal klaar nu. Het is even... Maar jij gaat dit heeft nu 2 uur lang. Nou ja, ongeveer 1 uur en... Ja, volgens mij bijna 2 uur. Ja, iets korter is het hoor. Oké. Okay. Ja, 1,5 tot 2. Ik heb 7 kwartier gekookt. Ja. En nu, je ziet het... Nou, water was dus tot hier, maar hè. Hoe weet je helemaal... nou, maar hoe weet je nou of die goed is? Ja, dat gaan we even doen. Dan pak ik even een kommetje. Pakken we 1 van zo'n pootje. En dat gaan we doen. Haal je het eerste stuk eraf. Zie je? Ja. De achterste stuk eraf. En dit zuig je eruit. En 1 keer is die leeg. Je trekt hem eruit. Oh ja! Jeetje! Kijk! Ga je erin kijken? Het zit in mijn mond. Oh! En dan is die goed. Hij is gaar. Ja. Oh, lekker man. Zal ik die ook meenemen? Ja. Dan kunnen we aan tafel, toch? Zeker. Ja, deze kan je ook meenemen. Zo. Kap ook. Even achter je langs. Oh, wat zit hier lekker braaf. Oh, wat ziet dat vies eruit.
Even pijn. Ja, dat raas verkeerd. Kijk. Ja, kan je straks meer pakken. Zo. Niet een van jou? Kan ik jouw kommetje even krijgen? Een heel klein beetje. Zo. Wat is dat voor? Dat is deze steierblad. Dat zijn die grote bladen die je net... Dat zijn die grote bladeren, ja. Dat zijn die enorme bladen. Kijk, dat is dit geworden. Ja. Kijk, dit is zoppoppel. Dat is die groene, weet je? Oh, dat is die gebobbelde rare komkommer. Komkommer, ja, precies. Oh, die vind ik ook zo lekker. Ja. Ik kan er niet. Ja, dankjewel. Wie wil deze? Nee, dan doe je de ene kant. Kijk, het is in één keer uit. Kijk eens. In één keer uit. Jeetje, ja. Dus in één keer uit. Als je dat gewoon heel kort kookt... Dan blijft hij vast. Ja, dan moet ik hem altijd enorm zitten pielen om het eruit te krijgen. En nu is het eruit in één keer. Oké. Oh, kijk, daar komt hij al. Ja, kijk, je hebt hem in één keer. Lekker. Heerlijk, weet je? Ja. Echt heel lekker.